dagen stept. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Het steppen is inderdaad is eigenlijk ontstaan omdat dierenartsen de honden over het algemeen te dik vinden. En op het moment dat de honden te dik zijn, zoek je eigenlijk een mogelijkheid om dat stukje te gaan begeleiden. En Edwin Grim is degene van die de Ducati step heeft geïntroduceerd. Heeft gezegd, hey, dat is een leuke manier om je hond eigenlijk naar het afvallen toe te brengen. En niet alleen voor je hond, maar dan is het voor jezelf in principe ook heel leuk om een stukje conditie op te bouwen. Maar je kan ook gewoon met de hond gaan wandelen, dat is toch een stuk goedkoper? Ja, dat is inderdaad goedkoper, maar als je het aantal calorieën wat we willen gaan verbranden en het stukje conditie wat je wil gaan opbouwen, bereik je sneller als mensen gaan fietsen. Je bereikt het ook als je gaat lopen, maar die step is nou net een tussenvorm. Dus op het moment dat je gaat lopen ga je eigenlijk te langzaam, dus dan moet je dus veel meer en langer gaan lopen. En met fietsen, dat gaat dan eigenlijk mensen weer te snel. Oké, dus dan hebben we gezegd van oké, we gaan het steppen. Dus eigenlijk een tussenvorm is het bedacht. Dus het is voor mensen, zowel voor mens en hond veel gezonder? Ja, het is inderdaad, het is, voor mensen is het zoiets van dat eigenlijk al je spieren moet je gebruiken. Dus op het moment dat je inderdaad op de step staat, dan ben je van top tot teen ben je in beweging. Oké, en de hond moet natuurlijk meelopen en die moet geleerd worden om naast de step te lopen. En eigenlijk net zoals met de fiets, alleen met die verstanden, dat je eigenlijk kleiner of lager bij de hond bent. Dus voor een hond is het over het algemeen veel leuker dat je er op die manier bij staat. I don't want a bunny or a kitty.